Ik heb een kaartje wat je kan scannen. Hé, hey, kan je voorstellen, Ajit Bakas is 60 jaar, die gieren gaat. Dan geeft hij een feestje, goedkope troep weet niet te suipen. Je zou denken, die man is zo rijk, wat doet hij met al dat geld? Komt hij allerlei stomme beelden in zijn tuin? Dan moet er ook nog een priester komen die stomme beelden inwijdt. Wat een verschrikkelijk slecht feestje. Ajit Bakas, 60 jaar, kan je niet een biertje leren om smaak te ontwikkelen? Proost, vriend. Wij hebben heel veel hoveniers in dienst. En we, daarmee hebben we ook het mooiste vak ter wereld. Waarvan ik vond dat het voor die mensen zelf ook duidelijk mocht zijn dat ze het mooiste vak ter wereld hebben, omdat we maar één taak te doen hebben, dat is het vergroenen van de wereld. En wie kan dat beter vertellen dan Ajit? Als je gaat kijken naar de toekomst, naar datgene wat ons te doen staat om, laat ik zeggen, om een gezond klimaat te behouden, dan is het alleen maar bomen planten, meer groen, meer bloemen. Vandaag ben ik vooral dankbaar en tevreden over alles wat ik heb, wat tot mij is gekomen. Hartstikke mooi. Maar ik wil jullie er vooral even laten zien hoe snel het leven gaat. Dan heb je een beetje idee. Goed is ja, hier. Ja, deze. Ja. Mag ik nog een keer? Ja, ik ken het. Kijk eens, dit zijn wij. Er zijn hier wat Joodse vrienden van ons, Israëlische vrienden die connected zijn met wat daar gebeurt. En dan zeg ik ook, jongens, make love, not war. Laten we dit voorbeeld volgen, dan komt het allemaal weer goed. En kijk hoe mooi deze tijd is. Er zijn hier een aantal buren die kippen hebben. Met artificiële intelligentie kunnen we nu al binnenkort verstaan wat de kippetjes zeggen. Dus dan zegt de kip, vandaag wil ik als currykip geserveerd. Dat is zo leuk. Laten we verder gaan met tradities doorgeven. En zoals Mahler al zei, traditie is niet de as behouden, maar het vuur doorgeven. Ik hoop het vuur door te geven aan jullie allemaal en aan alle mensen die naar mijn lezingjes komen. Morgen moet ik 700 kappers en schoonheidsspecialisten toespreken. Niet dat die kappers zoveel aan mij verdienen, maar... En het betekent dus, als zoon van onderwijzer zeg ik dus ook, blijven leren, lifelong learning. Want analfabeten van de 21ste eeuw zijn niet degenen die niet kunnen lezen of schrijven, maar degenen die niet kunnen leren, afleren en bijleren. Ik moet ook het nodige afleren, want ik ben natuurlijk ook nu hoogbejaarde van 60. Maar het komt wel goed. En we moeten ook vergeten, we are not born just to pay bills and die. We moeten ook vooral genieten van het leven. Dat is, ik doe het, ik moet je zeggen, in de afgelopen 9 maanden sinds het overleden van Finkel. Natuurlijk, ik heb verdriet, maar ik heb heel veel leuks gedaan. Ik ben in Londen gegaan, ik ga binnenkort naar Parijs. Kerstweek ben ik in Sitges in Spanje. Dus, en in februari ga ik met Anna een week naar Afrika. Dus blijven leuke dingen doen. Ik ben ook heel blij met dit tiny house in Overgooi. En blijven dingen mooier maken. Dat moeten we allemaal doen. Als we dit soort behang in de openbare ruimte ophangen, wordt het ook op een druilerige dag als dit een stuk mooier. Alle grote veranderingen, lieve mensen, worden vooraf gegaan door chaos. In deze grote chaotische periode, dat gaan we weer goed. Ik heb de afgelopen 6 jaar gewerkt aan mijn autobiografie. Daar ben ik mee begonnen, naar mijn hersenbloeding, waar ik dacht dat ik dood zou gaan. Intussen is hij klaar, hij heet Levenslust en hij is verfilmd. En de film komt volgend jaar uit, we moeten gaan kijken naar de première of wat dan ook. Maar dit is tot slot van mijn verhaaltje, de trailer. Thank you.
Ik reed langs jouw huis in de winterse nacht en dacht alleen maar aan jou. In het donker was het jouw lach die ik zag en ik zag alleen nog maar jou. Ik las thuis de krant, maar de krant wilde niet, want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Van vreugde en blijdschap om jouw huis in de winterse nacht en dacht alleen maar aan jou. In het donker was het jouw lach die ik zag en ik zag alleen nog maar jou. Ik las thuis de krant, maar de krant wilde niet, want ook hij kon slechts denken aan jou. De letters die dansten en juichten een lied van vreugde en blijdschap om jou. Dank jullie wel, dank jullie wel. De film komt volgend jaar uit. Als je bij vertrekt kun je de biografie meenemen, die ligt in de stapeltje. Maar sommige van jullie hebben hem al, anders kun je pakken het boek Happy to Me. Dat is een antologie, een anthology van de greatest hits uit de boeken van Vinko en mij. Dus kun je één van de twee kun je straks meenemen. En nu wil ik tot slot het woord geven aan onze vriend David Naïm. Beroemde operazanger die ook de lied heeft gezongen van Cats in Londen en dergelijke, en die nu gewoon gaat kwelen. Toutes les causes que l'on saille sur un seigneur. Est-ce que tu compteras et te regalerai? Ik ben een operazanger, maar soms stap je over naar een beetje de popachtige muziek. In 1986 was er een film, ik weet niet of jullie die kennen, dat was The Mission. En die één Oscar en zes Oscar nominaties heeft gewonnen met Jeremy Irons, Robert De Niro, alles in de hoofdrol. Maar de muziek werd geschreven door Ennio Morricone. En een van zijn mooiste stukken uit de film is, dat is als hij in het oerwoud zit en gaat spelen. Gabriel's Oboe. En er is later een tekst opgeschreven en dat heet Nelle Fantasia. Angela notte men oscura, io sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole.
la città con me un'antica. Io sogno d'anime che sono sempre libere. Ze hier ontmoet dat ik met mijn hond aan buiten liep en toen liep hij, Adjie, die zegt van spreek jij Hebreeuws? Ik zeg ja, ik ben Joods, dus hij zegt mijn man ook. En hij heeft Adjie de Finko erbij gehaald en dat was gelijk, want ik kende Finko ook vanuit Amsterdam, vanuit dezelfde synagoge. Dus vanaf die tijd zijn we altijd samen op stap en we hebben de grootste plezier in de auto. We hebben de gekste verhalen en ja, het is gewoon altijd feest om met Adjit op stap te gaan. Ik ga ook regelmatig, ben ik dan zijn chauffeur. En dan ga ik mee naar zijn lezingen. En dat is zo leuk. En dan kan je de gekste dingen maken soms mee. Want die man, dat is een artiest van hier tot Gunten. We hebben laatst een keer, waren we naar Eindhoven met de grote Bentley. En dat werd allemaal gefilmd. En dat was voor een of andere fitness toestand. Ik heb echt blauw gelegen van het lachen, wat die man allemaal vertelde daar. Hey, beste Adjit, van harte gefeliciteerd op je verjaardag, 60 jaar. Dus je bent je komt al bij de leeftijd van de wijze. En dat heb je ook, je hebt heel veel wijsheid. Ik vind je een hele bijzondere man, een positieve denker. Iemand die in de toekomst kijkt, die niet zuur is, die niet vervelend is. En een hele creatieve, leuke, sympathieke vriend. Adjit, het gaat je goed en ik hoop dat we samen veel te samen kunnen doen. Dag Adjit, dag lieve vriend. Uiteraard, ik moet ook zeggen namens Peter, want die heeft liever dat ik het woord doe. Maar in ieder geval, we zijn allereerst heel blij en vereerd dat we weer zijn uitgenodigd. Vooral om zo'n mooie mijlpaal als je 60ste verjaardag met elkaar te mogen vieren. Ik hoop uiteraard dat je er nog minimaal 60 jaar aan vast gaat plakken op de jou welbekende manier. Met genieten, openheid, eerlijkheid. En dat is ook waarom we jou met z'n allen zo enorm waarderen en respecteren. Ik weet niet hoe lang ons nog gegeven is, grote vriend. Maar ik hoop in ieder geval de tijd die we samen hebben, dat we die met elkaar goed en op dezelfde manier kunnen blijven doorbrengen. Hey Adjit, 60 jaar, een hele prestatie. Ik weet wat je allemaal hebt meegemaakt en ik wens je alle geluk voor de toekomst. Maak er wat moois van. Proost. Hey Adjit. Nou, proost op dit erg leuke feestje van Amerongen. Kan er niet bij zijn. Maar ja, dat heb ik je net al gezegd. Maar Arthur is er niet. Maar ja, wat ik kan zeggen over Adjit. Ik heb hem leren kennen toen ik hem ooit heb geïnterviewd voor een televisieprogramma. En toen had hij hele grote wijsheden over hoe de wereld allemaal uit zou gaan zien. En ja, je kijkt eens om je heen. Hij heeft altijd gelijk gehad, hè. De wereld ziet er kleurrijker uit dan toen. Nou, Adjit en ik zijn neven van elkaar. We hebben elkaar ik ben 55, Adjit is 60 geworden. Dus we verschillen maar 5 jaar van het moederskant. Dus onze moeders zijn 2 zussen. En Adjit en ik gaan heel goed samen met elkaar. We kunnen elkaar al heel lang al. En ik hoop nog heel veel jaren met jou mee te maken in goede gezondheid, Adjit. Lieve Adjit, ik wil je van harte feliciteren met je 60ste verjaardag. Heel veel geluk, gezondheid en liefdevolle jaren na deze. Dit jaar heb je gekozen voor een Surinaamse thema, wat helemaal past bij ons. Lekker soutosoep, wara en de Surinaamse roti natuurlijk, of Hindoestaanse eigenlijk. Dat is ook niet gek, hè, met tante die een heel kookboek heeft geschreven over lekker Surinaams eten. Dus dank voor alle
leuke tijden die we hebben. En ik wens je alle geluk van de wereld. 60, dat betekent dat we elkaar ongeveer 46 jaar kennen. Samen op het Lyceum gezeten in Suriname, Miranda Lyceum. Ajit kwam iedere dag, ochtend kwam hij met de bus aan. Ik woonde om de hoek van de school. En Ajit was een hele stille jongen. Dus eigenlijk hebben we in Suriname elkaar wel gekend, maar heel weinig gesproken. Maar altijd wel de gaten gehouden. En ik heb Ajit heel vaak verteld. Onze nieuwe ontmoeting was in Utrecht, op de Brassade. En dat was denk ik in 1984. En Ajit stond daar met een roos vanuit het COC, want daar was hij actief bij. En toen gaf hij me een roos, dus vanaf 84 hebben we elkaar weer in Nederland ontmoet. Heel veel geluk, Ajit. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, rolmodel in menig opzicht. En ik wens jou nog een heel mooi leven toe. Adi, mire, you for yari, dami, confesterio. Nou, Ajit, ik heb jou ontmoet jaren geleden. Maar voordat ik had ontmoet, had mijn vrouw Gita jou een keertje gezien op RTLZ. En ze zei tegen me, deze man moet je zeker gaan ontmoeten. Maar via via heb ik je leren kennen. En mijn vrouw was heel erg trots dat ik je ontmoet heb. Je bent een toffe peer. Ik ga altijd op me rekenen en het beste met jou, Ajit. Ja, Ajit, we kennen elkaar nu 10 jaar ongeveer. We hebben een enorme klik inhoudelijk, qua werk. Maar het belangrijkste vind ik dat jij het toonbeeld bent van veerkracht in je eigen leven. Op heel veel vlakken trouwens. En wat mij betreft ben je wat dat betreft ook een voorbeeld voor heel Nederland. Dus ik kan heel veel van jou leren. Dus misschien moet je een keer een beweging van veerkracht gaan beginnen in Nederland. Daar zou jij een mooi boegbeeld voor zijn. Ik ben heel erg dankbaar dat je in mijn leven bent gekomen. En ik wens je veel gezondheid en veel geluk. Ik wens je tot 120 jaar, bij Joodse mensen wensen we elkaar 120 jaar, dus je hebt de helft al meegemaakt. Ik wens je dat de tweede helft beter mag zijn dan de eerste helft. L'chaim, voor het leven. Lieve Ajit, als je 60 bent geworden, dan ben je nog maar net op de helft. Dus ga gewoon nog even door. Lieve Ajit, ik ben zo blij dat ik je ontmoet heb. We lachen heel wat af via de WhatsApp. Ik vind het fantastisch dat we hier met z'n allen zijn en ik wens je een ontzettend lang leven toe. Je bent altijd positief en door jou, ja, je maakt me altijd vrolijk. Ik hou van je. Tot gauw. Oké, hij moet even verder. Ajit, ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. Ik ontmoet allemaal interessante mensen. Dat kan ook niet anders op een feestje van jou. Ik wens je nog heel vele jaren. Het is heel belangrijk dat er mensen zijn zoals jij die moeilijke waarheden durven uit te spreken en die ook op een echt positieve, mooie manier in het leven staan. De liefde die je uitstraalt is echt fantastisch en ik ben erg dankbaar ervoor dat ik je tot een vriend kan rekenen. Vele jaren. Ja. Nou, ik ga gelijk door met het woordje dankbaar. Ik ben dankbaar hier te zijn, inderdaad, om toch een gesprek te hebben, ja, met Tjeerd die hier vlakbij komt, waarbij ja, je toch op een gegeven moment vanuit connectie, verbinding, nieuwe mensen ontmoet. En ik denk dat jij, Ajit, bent denk ik, de verbinder in deze. Je hebt fantastische mooie beelden buiten geofferd. Het was bijzonder. Zeer emotioneel betrokken om het spirituele hierin te voelen. Dus dankjewel. Veel gezondheid. Proost. Dagelijks energie mogen geven en beschermen. Okay. Maak steeds de komhaagweer. Om kwameewa mata cha pita kwameewa. Kwameewa bando cha sakha kwameewa. Kwameewa vidya dravinan kwameewa. Kwameewa sarang. Wat pakken we? Wadeewa hariom hariom. Lieve mensen, ik heb hier in deze mantra gevraagd, inderdaad, voor alle aanwezigen ook. Maar dat Ajit met de beelden unieke energie weer het goede. Goede, dagelijks goede gezind mag zijn. Niemand mag in pijn en verdriet zijn. En dat vraag ik eigenlijk voor iedereen in de wereld, maar vooral voor de aanwezigen hier. Ganesh Bhagwan Ganpati Baba Ki Jai Ho. Ganpati Baba is voor intelligentie, voor alles wat heeft te maken met welvaart en gezondheid. Dus Ganpati Baba Ki Jai Ho.
Om Ganpati Baba Namo Namo Hari Om Hari Om Hari Om Ganpati Baba Namo Namo. Ik welkom heten. Ja. Hari Om Ganpati Baba Ki Jai Ho. Kripa Karo Prabhu Aap Kripa Kariye Ajit Bakas Ke Palwar Ke Palwar Family Ke Sab Chit Ke Hari Om Hari Om Hari Om. Tot genoeg. Ja. Om Buddhaya Nama, Om Buddhaya Nama, Kripa Kariya Prabhu, Om Sarve Bhantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kasti Dukhi Bhagavet. Welkom hier te ook. Hari Om, Tatsavitur Varenyam Bhargo Deva Shadhimahi, Yoyona Prachodaya, Hari Om, Hari Om. Neem je tijd, hè? Neem je tijd. Dus heel veel energie hier. Heel veel energie. Mogen we alle gezegend zijn, ook de kracht geven. Om Buddhaya Nama. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Om Buddhaya Nama. Hari Om, Hari Om. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva. Yadhadrantana Asuva. Om Sarve Bhantu Sukhina Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kasti Dukhi Bhagyavet, Hari Om, Hari Om. Ja. So, ja, heel goed, dankjewel voor je assistentie. Om Buddhaya Namah Dharvi, Om Saraswati Hari Om, Hari Om, Hari Om, Taksavitur Varenyam Dharvo, Deva Shadhimahi, Yoyona Prachodaya, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Lieve broer Ajit, fantastische dag vandaag hier bij jou. We proosten natuurlijk op een gezond, liefdevol leven. Ik heb de eer van jou gehad om je beelden te mogen inzegenen. Het spirituele gedeelte in de tuin. Fantastisch. Je bent een hele dierbare mens voor ons. Een goede ziel. En we wensen je alle beste. En je kan altijd op Lilian en op mij rekenen. En we drinken op het leven, zoals je altijd zegt. Salut.